Misschien moeten we de ANWB bellen. In deze serie van Bestemming 19 maart. Twee kandidaten per lijst, maar niet de lijsttrekker. Kokend en pratend, een menselijk politiek portret. Dag, ik spreek met Marlies, hè? Ja, nou Marlies, luister, we hebben een speciale groene wagen voor jullie. Maar die wil even niet starten, dus we komen met een andere wagen jullie halen. Dus geen paniek. In deze aflevering Marlies Corsten en Gert-Jan Krabbedam van GroenLinks. Goed, hebben we nog een andere grote auto. Wacht achterin. Jij hier. We halen. Hallo, waar zitten jullie precies? Ja. Oké, okay, tot zo. Even terug, jongens. We hebben al een kwartier achterstand. Ja. Waar is dat? Ja. You gotta get it. Wie zijn? Goedemorgen. 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 Het is fijn te merken dat er bij jullie ook eens wat misgaat. Is dat zo? Want? Jullie gaat ook af en toe iets mis. Nou ja, wij hadden natuurlijk ook van, hebben we nou alle boodschappen? Ja. Alles in die tas en doet alles het nog. En Vink Vink kreeg om 7:15 al een sms'je. Ja, dus, niet vergeten. Niet vergeten, je moet dat nog halen. Wie van jullie was met de bus, hè? Wie? Dat was ik. Ja. Heb jij wel een auto? Je bent met de trein dan nog niet. We hebben wel een auto, ja. Ja, ik heb Marlies met de fiets. Ja, jij met de bus. Want dat doen jullie wel heel bewust. Ja, zeker weten. Ja. Als het eventueel kan, dan ga ik op de fiets naar mijn werk. De auto staat hier. Ik moet zeggen, het is wel een dieselauto. Wat van Roetveld? Je mag nog lopen als je wil. Nee, doe maar niet. Toch even mee? Hey, hallo, Jesse. Hoi, dat is grappig dat we je dan weer zien, man. Hartstikke mooi, sinds gisteravond. Hey, je bent zomaar Tweede Kamerlid. En je bent hier om campagne te voeren meteen al, of niet? Dus je gaat de stad in met de rest van de GroenLinks. We gaan dadelijk naar de wijk in. Sint-Pieter. Okay. Zij gaan niet mee, hè? Ze gaan koken. Nee, is veel leuker nog. Rijtaart wordt het toch? Mag je dat ook? Nou, dan weten we het. Staatrein. Rijtaart. Dat is zelfs tot in Den Haag doorgedrongen. Ja, hartstikke leuk. Nou, kom. Heel succes. Dank je wel. Ja, sorry, ik schaam me een beetje. Hij is toch niet groen, hè? Groot. Nee, deze niet. Want die ander wel. Die is echt groen. Hij is echt groen. Kom. Vanmorgen realiseerde ik me dat het me deed denken aan de ochtenden waarop ik naar school moest voor een wiskunde repetitie en zeker wist dat ik het niets meer wist. Niet zo. Oh ja, we moeten dat riem om natuurlijk. Dus. Maar dat het dan achteraf... En achteraf kwam het altijd wel weer op zijn pootjes terecht, ja natuurlijk. Ja. Jullie komen allebei duidelijk niet uit Maastricht of omgeving. Maar jullie zijn al heel lang geleden hier komen wonen. Yes. Hoe was dat voor jullie? Nou ja, ik ben hier begonnen als student in 2000. Dus ik ben er gewoon ingerold door mijn studie. Ik heb daar een netwerk mee opgebouwd. Er is weinig van het netwerk over, want de meesten zijn naar de Randstad getrokken. Ja. Omdat ze daar beter aan de baan konden komen. Mm-hmm. En goed, ik heb ook via GroenLinks een heleboel mensen leren kennen. En ik ben ook iemand die van zichzelf wel naar vergaderingen gaat van buurtraad of dorpsraad. Om op die manier ook met lokale mensen te spreken en te horen wat zij doen en daar contacten te leggen. Maar ik vraag en het ging heel goed. Ik bedoel, het was geen moeite om aan te passen. Kijk, je loopt natuurlijk tegen een aantal cultuurverschillen aan. Ik ben in 1999 gekomen omdat mijn partner hier een mooie baan vond en ik dacht, kom, het wordt toch tijd voor wat verandering. Het was voor onze kinderen een grote verandering. Daar ging de eerste tijd de meeste aandacht naar uit. Maar met name de jongste, die is behoorlijk, woont nu heel erg anders, maar voelt zich echt nog wel Maastrichtenaar. Maar ik hoor ook van heel veel mensen dat het helemaal een makkelijker aan het worden is. Dat het veel opener is. Klopt dat, Gert? In vergelijking met toen jij kwam dat, en nu, dus zeg maar. Studenten hebben daar een hele grote rol in gespeeld, Tuurlijk. Denk ik. Ja, zeker weten. Ik weet natuurlijk wel de verhalen van toen ik hier kwam studeren. Dat studenten onderling wel wisten dat de gemiddelde Zheng ze uitmaakte voor katstudent, hè? Ja. Maar daar lachten we denk ik met elkaar een beetje om. En het hangt ook een beetje vanaf hoe je jezelf opstelt. Als je zelf ook open bent naar andere mensen toe en gewoon op een normale manier met hen omgaat. Want
er leven over en weer vooroordelen, maar als je laat zien dat je die zelf niet hebt of dat je niet daardoor laat leiden en gewoon open staat voor andere mensen, dan ontmoet je dat ook. Ik heb nooit problemen gehad met andere mensen hier in de stad, alleen maar omdat ik van buiten kwam of zij van hier. Dat ging altijd heel goed. Nou, heb jij je nou bijvoorbeeld ooit gestoord aan dialect? Nee, helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Sterker nog, op mijn werk dan gooi ik er soms ook een paar woorden doorheen. Dan moet ze allemaal verschrikkelijk lachen. Bij mij ook, ja. Popzakt, ja, ja. Dus jullie spreken af en toe een woordje Maastrichts dan? Nou, een paar woorden de, zo. De oorspronkelijke Maastrichtspreker zal zich kapot lachen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Of althans, dat weet ik, omdat op mijn werk doen ze dat. Ja, precies, ja. Ja. Ik vind het toch wel leuk om een paar Maastrichtse woorden te horen. Wat zijn dat woorden? Zo, die. Welke? Mamelepke. Mamelepke, ja. En Gert-Jan? Het is Michiel. Ja, het is Michiel Gert. Ja, dat zeg ik papa. Ik weet het ook niet. Maar ik zeg het in Heerlen en dan zeggen ze van... Nou, dit is de brandweer. Boven zitten allemaal bedrijfjes tegenwoordig. En hieronder komt horeca. Het is een project van jullie wethouder eigenlijk, hè? Een paradepaardje van Gerdo van Grootheesten, jullie wethouder. Dit moet voor jullie vaker gebeuren in de stad, dat oude gebouwen blijven en een nieuwe functie krijgen. Absoluut. Niet afbreken. Nee, nieuwe functie geven en vooral proberen om mensen om creativiteit los te laten op de manier waarop je het dan gaat gebruiken. Dat is volgens mij ook waarop je het in gaat vullen. Ja, waarop Gerdo sterke jullie krijgen van ons ook een nieuwe functie. Maar. Okay. En dat is dat je er mag gaan koken. Ja, ja. Daar. Ja, ja. Maar we hebben eerst nog een andere functie. We gaan even z'n allen die auto buiten zetten. Oh. En jullie mogen het wel gaan beplakken. En misschien. Oké. Wat zie je ergens? Gaat goed, hè? Oké. Ja, dan. Moet dat? Ja, oké. Ja, want als hij naar achteruit staat, gaat hij niet vooruit. Gaan we. Nee. Nee, nou, niet wacht. Morris. Ja, nu gaat het. We hadden het net over jouw twee zonen. Ik heb twee zonen. Jij wordt binnenkort? Ja. Papa. Minder dan 3 weken nog. Hoe gaat het? Vlak voor de verkiezingen, als misschien het goed gaat. Wel, misschien wel als het vandaag uitgezonden wordt. Echt waar? Ja, het zou zomaar kunnen. Zo spannend nu? Midden februari. Meisje, jongen, of mag je het nog niet zeggen? Ik ga het niet vertellen, ik weet het wel, maar ik ga het niet vertellen. Mijn moeder weet het nog niet. Dus, We gaan voor Valentine's Day, toch? Valentine's Day. Jullie hadden wat spandoeken meegenomen, ja. Die mogen bovenop. En rondom mogen jullie wat leuzen zetten. Jullie denken meteen, we gaan die vinger verven, we gaan gewoon die hele auto meteen bevlaggen. Ja, precies. Ben je in één keer klaar? Ja, wie weet. Kijk, heel praktisch. Ruimte overhouden. Als je hem onder de ruitenwisser doet, dan blijft hij nog een beetje zitten, hoor. Ja. Gert-Jan, moet hem even helpen. Even kijken of mijn truc gaat werken, gaat hij weer fout. Ik ben heel goed in organiseren en in coördineren en in praktische dingen bedenken. Maar de uitvoering laat zoals gewoonlijk. Enige. Ziet hij heel erg. Maar ik ervoor verbetering. Ik hoop niet dat dat voor de partij gaat. Actie uit. We gaan actie. De uitvoering van plannen. Ja. Gert-Jan, je moet die eventjes een beetje... Oh, ik heb hem gewoon aan de buitenkant gehangen. Nee, dit wilde ik, jij zei. Zoals ik het bedacht had als we in de wind, door storm en regen... Ja, en dan doen we die deur dicht. Armen, dus dat gaat. Zo. Kijk, nou, het had iets geworden. Ja, het had iets geworden. Ik wil niet veel zeggen, maar hier staat groen. Nee. Nee. Ja, het lijkt zo, hè? Het lijkt zo. Dit is een oude slogan. Groei mee. Ja. Oh, groei. Oké. Okay. Oh, groei mee. En dan mee. Ja. Oké. Okay. Ja. Het is vingers, hè. Ik vind dat ze meer mensen handen maken. Met je. Het voelt echt actie achteraan. Ja. Very old days. De toekomst. Nee. Ja. 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 Waarom Joepie? Nou, Joepie. Joepie. Leuk. Joepie wil mogen. Joepie, het is leuk. Ja. Ja. Oké. Okay. Tuurlijk, daar hebben we er zin in. Ik vind het een leuk woord. Jullie hebben wel ook zin in de campagne? Ja. Zin in de verkiezingen? Zeker weten. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Want jullie staan allebei echt op een plek
waar de kans heel groot is dat je gewoon in de gemeenteraad komt. Hè? En jullie eigenlijk, ja, jij was nog nooit te zien in de gemeenteraad. Hè? Natuurlijk als, nou ja, wel een commissie. Ik ben wel burgerraadslid geweest, hè? Maar ja, niet in de gemeenteraad. Jij bent één keer een paar maanden. Ja. Ik heb de eer gehad om een net bevallen vrouw vanwege haar zwangerschap te mogen vervangen voor 4 maanden. Ja. Ja. Maar goed, voor jullie is het denk ik dan misschien nog extra spannend, omdat mensen jullie ook nog niet kennen? Of? Te weinig kennen? Ik ben statenlid op dit moment. Ja. Nou, ik heb niet de illusie dat daarom iedereen mij kent, ja. Dat niet. Okay. Maar ik merk wel dat toch wel meer mensen mij kennen dan ik mensen ken. Dat merk ik wel. Dat is een hele vreemde gewaarwording is dat. Daar wen je nooit zo snel aan. Zullen we eens even langslopen wat jullie geschreven hebben? You gotta get it. Duurzaam. Duurzaam delen durven. Dat, oké. Okay. Zo moet het ook, hè? Daar staan jullie voor. Moet het ook zeggen, of dit is waar jullie campagne mee voeren, hè? Groen. Dit is rood. Inmiddels rood, ja. Groen. Sociaal. Ik vind wel dat jullie veel rood gebruiken. Maar goed. Groen, dat is sociaal toeval. Tolerant. Nou, de vlag is toch ook rood en groen? Ja. Zin in de toekomst. Ja. Helemaal uiteraard. En dan hebben we deze nog. En joepie. Mag Marliese nog even uitspreken. Haar verzinsel. Joepie. Yes. Yes. Joepie. Joepie. Cameraman heeft honger. Geluidsman heeft honger, maar moet niet ontbijten. Honger. Ik zou zeggen, dus ik ga naar binnen. De keuken in. Ja, prima. Welkom. Dank je wel. Oh, ja. Kom, ik durf niks. Zo, toch maar diesel gaan rijden. Ja, dat is het allemaal biologisch of niet? Nee. Het is niet allemaal biologisch. Maar het is wel uiterst verantwoord. Alsjeblieft. Ja, we moeten dadelijk even vragen of er gescheiden afval is. Er is daar alleen maar een algemeen prullenbak. Dit is voor de taart. Dit is voor de taart, inderdaad. Ja. En dit gaat allemaal in taart? Nee, taart gaat de taartdeeg, de prei en de vegetarische spekreepjes. Ja. En dan nog wat saus en is het klaar. En verder hebben we een toet. Zie je? Dus blauwe bessen. Hier, blauwe bessen met allemaal lekkere bier. En we doen een klein beetje sla erbij, tomaatjes, balsamico. Dat is helemaal fantastisch. Hebben jullie vaker aspiraties in koken? Vind je het leuk? Ik vind koken heel leuk. Het is alleen wel zo dat als je in de politiek zit, dan ben je redelijk druk, want je hebt je eigen werk. Maar je doet daarnaast ook politiek. Ja. En dus ik heb afspraken met mijn vrouw gemaakt op welke dagen ik echt moet koken. Anders komt het er niet van. En jij ook? Ik doe het niet met tegenzin, maar ik ben niet een echte keukenprinses. Ah, oké. Okay. Dus, nee, dat niet. En komt iedere dag een zeer verantwoorde maaltijd op tafel. Afgewisseld met mijn partner trouwens, hoor, die daar ook gewoon zijn portie in neemt. Oké. Okay. Maar om nou te zeggen, zoveel gangen maaltijden met de kerst en zo, nee. Ik moet er vreselijk mijn best op doen en ik ben altijd heel zenuwachtig. En tegenwoordig ook blij als ik de toets der kritiek van mijn schoondochter kan doorstaan. Ja. Veel beter in is. Ja, het is maar wat. Ik wil eigenlijk wel weten waarom jullie preitaart gaan maken. Nou, we hebben erover gedacht van wat is eigenlijk seizoensgroente op dit moment. Ja. En prei is van het seizoen. Bovendien ook heel erg lekker in deze vorm. Ja. En het mooie aan dat het seizoensgroente is, dat het ook van vlakbij komt. Het is geproduceerd in België. Dus de afstand dat de groente heeft moeten afleggen is niet vanuit Nieuw-Zeeland naar Nederland, maar vanuit vlakbij. Dus jullie seizoensgebonden groente? Ja, omdat het duurzamer is, maar omdat het lekkerder is, verser. Okay. En het is uiteindelijk al goedkoper. Ja, en dat past ook bij wat jullie op die auto hebben geschreven? En, dat past er wel goed bij, goed natuurlijk. Zo. Ja. Een beetje nagedacht over wat je eet. Ja. En het geldt ook voor het nagerecht en voorgerecht? Echt, of hebben we dat niet? Nee, echt voorgerecht hebben we niet, maar we hebben natuurlijk wel verse groenten erbij. Dat doe je natuurlijk ook altijd, hè? Hier lekker sla met tomaatjes. Ja. En het nagerecht is gewoon een lekkere shake van vruchten met zuivel en een beetje verantwoorde zuivel. Ja, dan heb ik toch een klein probleempje, Marliese. Ja. Want je zegt een overschotel, hè? Ja. Ja. En daar hebben wij geen oven. Ja, dat is inderdaad muchachos probleem. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Heb ik nog niet een oplossing voor bedacht. Ja, heb je nog niets voor bedacht? Nee. Nou, hier tegenover staan allemaal huizen. Ja. Daar wonen mensen. Ja. En als je dus ergens aanbelt... Nee, ik denk niet dat ik dat durf. Je belt, durf je dat niet? Nee. Maar ik vind het... Vind het eng? Het
En als je dat samen met mij doet? Er zijn hier vast heel, heel aardige mensen in de buurt die dat helemaal niet erg vinden. Goed zo. Zullen we eens even gaan kijken wie Marlize is? Je bent 59 jaar, geboren in Utrecht, opgegroeid in Amstelveen, daarna Bilthoven en je bent KLM-dochter. Mijn vader was purser bij de KLM. Dat vliegen dat was heel avontuurlijk en nieuw. En mijn vader ontwikkelde zich daar ook erg in, dus die kreeg ook allerlei bijzondere vluchten en leerde Russisch. En hij heeft bijvoorbeeld ook een keer een stationering gehad in Rio de Janeiro. Toen was ik 9 jaar, 63 was dat. En toen, bijvoorbeeld een van de beelden die heel sterk in mijn geheugen staat, is dat ik met hem langs een favela liep. Ja, een soort kartonnen dorp met heel erg arme mensen daarin. En ik zag dus voor het eerst wat echt armoede is en ook wat echt rijkdom is trouwens, want dat zag je daar ook heel goed. En die beelden die vormen je heel erg. Daar ligt heel belangrijk jouw motivatie om bij een partij als GroenLinks te gaan en politiek actief te worden. Ja. Daar ligt een groot deel van de motivatie. Ja. Ik bedoel, ja, mijn kinderen hebben een heel boek vol met dat soort foto's. Dit soort van foto's. Mij gemaakt, ja. Precies. Ja, alleen maar foto's waar je neus gewoon in het schuim van de cappuccino. Ja, of lekker op een terrasje zit. En, nou ja, hè? Ik mag heel graag. Zie je verder op de wandelen is een grote hobby. Ja, maar dat sluit ook altijd af met allereerst een groot glas heel koud bier. Ik wil zeggen, niet alleen met cappuccino Nee, zeker niet. Dit zijn echte wandelvakanties waar we een week achter elkaar lopen. En dan zorgen we wel dat de bagage vervoerd wordt trouwens. Moet wel leuk blijven. Je loopt een stukje, je praat een stukje, je zwijgt een stukje, je mijmert een beetje. Je geniet van het landschap. Het is echt ontspannen. Dit is echt baby, hè? Ja. Je bent nog geen jaar. Volgens mij kan je nog niet lopen hier, denk ik. Nee. Dit is denk ik eind middelbare school, zo'n beetje jaar of 17, 18. Toen begon het politieke bewustzijn al? Nee, dat was iets eerder begonnen. Dat had dus met die reizen te maken en het verschil tussen arm en rijk. Het had met de Vietnamoorlog te maken. Het had met Biafra te maken. Herinner ik me ook een grote eerste anti-hongeractie op de tv. Dat je daar zat te kijken en dat je dacht, dat kan toch niet dat het zo is in de wereld. Zo ben ik begonnen. Het beeld bij GroenLinks is heel erg het groene. Ja. En niet zozeer die andere componenten, sociaal en tolerant. Maar... Kijk, wat ons denk ik heel erg onderscheidt van andere partijen, is dat bij ons die duurzaamheidskwestie, het milieu, verantwoord ondernemen, verantwoord produceren, altijd in alle punten heeft doorgeklonken. Maar ik vind zeker dat wij ook altijd voor sociaal en tolerant hebben gestaan, hoor. En natuurlijk zetten we daar ook op in. Maar misschien zetten we daar minder op, hè? Ja, kan. Wat is je allermooiste plek in Maastricht? Ik vind denk ik Onze Lieve Vrouwplein dat vind ik eigenlijk een heel mooie plek. Ja. En het komt omdat het een heel... Het is eigenlijk veel mooier dan het Vrijthof. Ik ben helemaal niet kerkelijk, maar ik vind de kerk daar prachtig. Zoals die daar op dat plein ligt. En de relaxte sfeer van het plein. Nee. Marlize, ga je mee? Ja? Ja, ja. Oké, ik ga mee. Nou, dat wordt niet echt aan de buren. Jammer. Hey, goedemorgen. Marlize, die doet nu een toetje. Ja, wie is Gert-Jan Krabbedam, hè? Nummer 2 van GroenLinks. Marlize, nummer 4, 31 jaar. En je hebt eigenlijk al een hele politieke carrière achter je, als ik het zo zie. Landelijk bestuur had gedaan. Ja. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. Dat was gewoon een logische opeenvolging. Eigenlijk wel, ja. Het is heel bijzonder. Zoiets, politiek kun je niet plannen. Nee. Het kan ook morgen voorbij zijn. Het belangrijkste is dat je gewoon geniet van wat je doet. En dat je plezier hebt in wat je doet. En daarom ben ik met politiek bezig. Vader, binnenkort. Spannend. Absoluut. Ja, nee, je wordt er een beetje filosofisch van eigenlijk. Het is heel raar. Je weet dat er een persoon aankomt die je nog niet kent.
waarvan je het uiterlijk nog niet kent. En karakter nog niet, maar je weet wel dat hij heel belangrijk gaat zijn, die persoon. M of V, hè? Want dat had ik nog niet verteld. Je wilt niet, maar je weet, ook niet je weet het wel. Ik weet het wel. En dat is wel heel bijzonder. Dat is leuk. Het feit dat je realiseert van God is iets heel belangrijks wat er aan te komen. Welke genen krijgt ze of hij mee van Gert Jan? Als we het hebben over karakter. Ik hoop de goede. Ja, welke zijn dat? Ik hoop dat die persoon een bepaald rechtvaardigheidsgevoel met zich meekrijgt. En een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, openheid naar andere mensen. En een bepaalde vriendelijkheid en humor. Dat hoop ik dat die persoon allemaal gaat hebben. Een maatschappelijke betrokkenheid, want die heb jij heel erg. Hè? Dat is waarom jij die politiek ook weer ingegaan bent. Absoluut, ja. Wat is die maatschappelijke betrokkenheid van jou? Waarom ik daarvoor gekozen heb, is omdat ik al best vroeg me heb gerealiseerd dat je een bevoorrechte positie hebt in Nederland. Sowieso als je in Nederland woont, maar ook als je hebt kunnen studeren, een goede baan hebt. En ik vind dat je dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om je in te zetten voor de maatschappij. Om niet iedere avond thuis te hangen op de bank. Ik wil wat doen. Ja. Gaat hij of zij er zo uitzien? Ja, voor de helft wel, hè. Ik weet het niet. Als de meisje is, niet. Dit was jij heel jong. Was je daar? Ik denk een jaar of 1 of 2, zoiets. Enigszins bij de hand, zeer nieuwsgierig. Dat heb je nog steeds? Dat heb ik nog steeds. Hopen dat het allemaal goed gelukt is. Even niet onder de fietsen komen. Kijk. Het was. Daar. Deze was het niet. Nee, die was het niet. De nummer 2 was het ook niet. Dus was het nummer 3. Ja. Katten. Katten, ja. Dat is jouw ding? Ja, best wel. We hebben er zelf 3. Je zou kunnen zeggen dat we dus, we worden vader en moeder voor het eerst van een mensenkind, maar we hebben eigenlijk ook gewoon 3 katten. Dat is soms ook net kleine kinderen. Voelt dat zo? Want katten gaan heel erg hun eigen weg. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Ze hebben allemaal een eigen karakter. En je ziet ook dat ze soms elkaar pesten of boos worden of chagrijnig. Dat hebben ze ook allemaal. Het zit er allemaal in. Ja. Jouw kind, gaat die fietsen? Want dat is wel echt waar jij heel erg van houdt, hè, fietsen. Ja, ja, best wel, ja. Ik hoop het wel. Het zou wel fijn zijn. Dan kan je samen met hem of haar gaan fietsen. Precies, ja. Er staan 2 bekende Nederlanders op. Ja. Namelijk Jopie Zoetemelk. Joop Zoetemelk. En hem ken ik niet, maar Jan Krekels. Ja, die heet. Oké. Okay. Ik moet eerlijk bekendelijk zijn eerlijst niet uit mijn hoofd weten, maar het is zeker een van de belangrijkste Limburgse wielrenners aller tijden. Dit is ook de campagnefoto die jullie gaan gebruiken? Of? Ja, sterker nog, die is al gebruikt in 2011 bij de Provinciale Staten. Ja. Want jij maakt die overstap van Provinciale Staten naar de gemeenteraad, althans. Dat probeer je natuurlijk. Je bent verkiesbaar, dus je probeert die gemeenteraad in te komen. Waarom die overstap van Provinciale Staten naar gemeente? Nou, er gaat nogal wat gebeuren in gemeenteland. Hè. Er komen een aantal belangrijke zaken en onderwerpen richting de gemeente, waaronder ook de jeugdzorg. Ben ik op dit moment woordvoerder voor in de staat. En ik vind het belangrijk dat er ook een stuk van de kennis van de Provinciale Staten meegaat naar de gemeente, zodat er straks hopelijk verstandige beslissingen. Nou, zeker. Kijk, jij is een sigaar, denk je? Ik vind het behoorlijk stevig aanvoelen. En pas op, hè. Dit is ook allemaal goed. Allemaal ja hoor, ja. We doen het al hoor. Hupsakee. Nou, laat dan. Geweldig, jongens, bedankt. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Heel erg hartstikke bedankt. Bedankt. Ja, ga zo hoor. Ja. Bedankt. Ik breng straks nog een stuk. Als er wat over is. Ja, oké. Ik ga toch even terug naar de zwangerschap. Je timing is niet helemaal goed. We hebben verkiezingen en we hebben een geboorte die er aan zit te komen. Wat is spannender voor jou? Wat is spannender? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk toch de bevalling, ja. Ja, natuurlijk de bevalling. En belangrijker? Denk het ook, ja. Ja, kijk, dat is ook wel zo. Kijk, er zijn natuurlijk veel belangrijkere dingen in de wereld dan de politiek. Politiek is voor mij een passie. Maar ik kan ook, zeker als ik straks vader ben, prima zonder de politiek. Al is het natuurlijk te leuk om zonder de politiek verder te gaan. Maar het zijn allebei 2 heel spannende momenten. Ja. Wat wilde jij bereiken toen je de politiek inging? Wat was jouw ideaal? Een belangrijk deel van de idealen van GroenLinks, die wil ik graag goed in het beleid inbrengen. Omdat ik denk dat die belangen en die idealen, dat die ook het algemeen belang zijn. Bedankt. Wat me wel opviel, is dat jullie de boodschap gedaan hebben bij een van de grootste supermarkten van Nederland. En niet bij bijvoorbeeld een biologisch winkeltje. Dat is goed opgevallen, ja. Je probeert bepaalde principes in altijd te handhaven. Ja. Dus een beetje gescheiden afval en zoveel mogelijk wat verantwoorde producten kopen. Maar je kan niet
voor alles naar aparte winkels. Het gaat gewoon niet. Je probeert gewoon te zoeken naar hoe je met kleine dingetjes een levensstijl aan kunt passen. Het smaakt in ieder geval heel erg goed. Ik zou zeggen, kom maar bij. Kom maar bij, ja, het is heerlijk. Het is echt lekker. Ja, maar anders wordt het koud. En dan nog even de prognose. Marliese die denkt dat ze 500 stemmen gaat halen. Gert-Jan die doet het met iets minder, 300 stemmen. En samen denken ze dat GroenLinks weer 4 zetels gaat halen. En dat is hetzelfde aantal als GroenLinks nu in de raad heeft. U bedankt voor het kijken. U kunt deze uitzendingen en alle andere uitzendingen terugvinden op rtvmaastricht.nl of via de Facebookpagina. En we zien u graag de volgende keer. Get it.